Vandaag de dag waarop blijkt dat steeds meer ziekenhuizen kampen met financiële problemen. Vorig jaar leden 8 ziekenhuizen verlies. In 2022 waren dat er nog maar 2. Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van accountantskantoor BDO. En ja, eigenlijk wordt er dus gezegd dat ziekenhuizen steeds meer financiële problemen hebben door stijgende kosten, personeelskosten, maar ook bijvoorbeeld de energiekosten. Wat merkt u daarvan in het ziekenhuis? Ja, dat we steeds bewuster zijn over waar je die kosten maakt. Of iedereen bijvoorbeeld alle patiënten terug moeten komen altijd. Want op het moment dat jij een poli hebt en een patiënt komt 4 keer per jaar terug, en het kan bijvoorbeeld ook in 3 keer, heb je toch weer wat meer ruimte om hetzelfde personeel iets minder meer zorg te kunnen leveren. Ja. En uiteindelijk is het denk ik ook wel belangrijk om te beseffen is dat we soms ook wel zorg leveren die niet toevoegt aan de gezondheid van patiënten. En uiteindelijk is dat waar we het voor doen. Ja, ja. Dus dat we ook wel wat ruimte hebben om soms daar kritischer op te zijn. Maar dit klinkt dan bijna als iets positiefs. Dat we wat kritischer gaan kijken naar het geld dat we allemaal uitgeven. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat er minder ruimte is om te investeren in de zorg en het toekomstbestendig maken van de zorg. Daarvan zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Ad Melkert, dat hij zelfs bang is dat de zorg vastloopt als er niet iets aan gedaan wordt. Ja, en daar zit meteen de complexiteit in de zorg. Want je hebt eigenlijk een groot gebouw. Bijvoorbeeld je hebt gewoon een ziekenhuis. En op het moment dat je wel minder zorg levert, dan maak je minder kosten. Maar dat gebouw blijft daar bestaan. Je moet nog steeds je vast personeel in dienst houden. En dat is eigenlijk de lastige keuze waar ziekenhuizen in zitten. Aan de ene kant wil je heel zorgvuldig met je personeel omgaan. Ook niet de kosten te veel laten stijgen. Aan de andere kant heb je wel je vaste lasten. En daar moeten ziekenhuizen soms keuzes in maken. En omdat de politiek heel erg wisselt, kan je daar niet altijd goed op anticiperen. En daardoor komen ziekenhuizen ook wel in de problemen. Oh ja, dus het ligt ook aan de politiek, zegt u eigenlijk. Nou, het is lastig als je aan de ene kant de opdracht krijgt, wees zorgvuldig met het geld dat we uitgeven. En we mogen niet iedereen in de zorg laten werken. Aan de andere kant politici niet zeggen welke zorg we dan niet kunnen leveren of welk deel van het ziekenhuis we niet meer mogen gebruiken. Dan is het een beetje het kiezen wat je kan doen. Dus daar zit de zorgverzekeraars echt van, daar denk ik grote invloed op. Want hoe meer jij doet in een ziekenhuis, hoe meer je kunt declareren bij de zorgverzekeraar, zo meer geld je binnenkrijgt, toch? Ja, ja, en daar zit je dus in die spagaat. Ja. Aan de ene kant wil je een gezond ziekenhuis zijn, dus je wil eigenlijk omzet maken. Je wil misschien soms ook wel gewoon de zorg leveren. Je hebt patiënten die ook wel zorg verzoeken, dus die hebben ook een zorgvraag. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook een maatschappelijke opdracht om goed na te denken over waar het geld uitgeeft. Want als je al het geld aan de zorg uitgeeft, kan je niet aan de bijstand uitgeven. Of niet aan verkeersveiligheid. Maar hoe is die politiek te wispelturig daarin geweest? Dat is een beetje het verwijt wat er nu komt vanuit de ziekenhuizen. Nou, het is ook wel een hele grote sector. En we weten natuurlijk al decennia lang dat hoe groter de bevolking wordt en hoe vergrijzder we zijn, hoe meer geld je voor de zorg nodig hebt. Nou ja, nu 1 op de 7 mensen die in de zorg werkt, over 15 jaar zouden dat er 1 op de 4 dan moeten zijn. Ja. Nee, maar dat kun je nagaan. Dus die kosten gaan ook enorm omhoog. En het is natuurlijk een bedrag op de boek. Volgens mij is het een van de grootste begrotingen die we landelijk hebben. Dus als je ergens gaat snijden, probeer je het daar te doen. En tegelijkertijd komt het heel dicht bij ons. Want het vindt allemaal prima om te bezuinigen tot het jou en je familie en je vrienden en kennis aangaat. Ja. En eerlijk gezegd horen we altijd van mensen die in het ziekenhuis ingaan dat ze fantastisch geholpen worden. Dat vind ik wel het knappe van de mensen in de zorg. Laten we dat ook vandaag zeggen. Want iedereen die er werkt is zo behulpzaam en zo aardig naar iedereen die in een ziekenhuis komt. Ja. Dus met die beperkte middelen af en toe zorgen jullie wel voor optimale kwaliteit voor mensen. Nou ja, en het grappige is dat u eigenlijk begon met, ja, ik zie ook wel plekken waar we wat efficiënter kunnen werken. Dus in principe zegt u eigenlijk daarmee ook, als de politiek ons voor keuzes maakt, wat scherpere keuzes maakt, dan kunnen wij best wel geld besparen ook. Waardoor we dus financieel gezonder worden? Dat is een heel groot ding. Ik denk dat wat er vooral zit, is in dat we kunnen niet naar 1 op de 4 mensen in de zorg. Nee. We hebben die mensen op een andere plek nodig. Dus we zullen die keuze moeten maken. Alleen omdat we nu geen beleid hebben duidelijk waar gaan we die keuze op maken, zie je vooral dat eigenlijk de zorg naar de dingen gaat waar steeds groter wordt. Hè? Dus de dingen waar we die hip zijn of die bijzonder zijn. En we eigenlijk veel te weinig vergeten dat de meeste zorg bijvoorbeeld bij de huisarts wordt geleverd. Of een heup vervangen is eigenlijk veel kosteneffectiever dan bijvoorbeeld hele complexe chirurgie, bijvoorbeeld voor kanker. En dan denk je, dat klinkt heel naar. Maar als jij iemand misschien maar een paar weken extra leeft in slechtere gezondheid door een complexe operatie, maar je ondertussen iemand misschien jarenlang betere gezondheid kunt geven door die heup, moet je wel met elkaar overgaan en denken, wat wil je kiezen? En uiteindelijk gaat er een keuze gemaakt worden. En ik hoop dat het de keuze is die de meeste gezondheid voor de grootste groep mensen geeft. Ja, dat gebeurt op dit moment niet altijd. Maakt de politiek die keuze of maakt het ziekenhuis die keuze? Of de verzekeraar?
De makkelijke oplossing natuurlijk met elkaar samen. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel aan de politiek is om te zeggen, waar sturen we op? Sturen we op de meest complexe operaties voor een hele kleine groep? Ja. Of sturen we voor de grootste gezondheid voor de grootste groep? En in de categorie lastige financiële keuzes gaan we het ook nog even hebben over ons bevrijdingsjaar, want het hele jaar...